Hey jongens, welkom terug bij de Tour de France, waar dat de echte bergritten nog moeten gaan beginnen. We zitten nu aan etappe 16 van de 21. En ja, we gaan het gewoon doen. We gaan even kijken. Ik ga zelf geen wedstrijden niet meer rijden. Kwiatkowski staat wel nog heel goed in het klassement. Op die zesde plaats en tweede in het jongere klassement. Maar ik wil graag eigenlijk mijn seizoen afronden binnen een paar afleveringen. Gewoon voor het feit dat ik graag met mijn nieuwe renners in mijn ploeg zou willen rijden. En kijk, Kwiatkowski wordt derde in deze rit. Zeer goede uitslag. Voor de rest blijft zesde in het klassement staan. Ik denk niet dat we de jongere trui overpakken. Nee, want we staan 2 minuten 49 achter Quintana natuurlijk. En we gaan gewoon verder simuleren. Ik ga gewoon altijd laten zien wie wat wint in de Tour. En dan gaan we gewoon rap rond zijn. De volgende rit in de Tour. Eens kijken hoe dat gaat aflopen. Twee zware bergjes. Kaboom. Alberto Contador wint voor Christopher Froome. En Contador staat ook eerst in het algemeen klassement. Kwiatkowski wordt 17e en staat ook nog altijd 6e in het algemene klassement. Dus laat ze maar goed rekenen. En oh my god, jongens. Dit meende niet. Dit is super graaf. Dit had ik nooit durven hopen. TJ van Garderen wil tekenen. Alberto Contador wil tekenen. Urán wil tekenen. En ze hebben alle drie een contract van nog 2 jaar voor ons team. Dat zijn drie topklimmers. Dat betekent dat we iemand voor de Giro hebben, iemand voor de Tour, iemand voor de Vuelta. We kunnen gewoon voor de drie klassiekers kunnen we telkens een klassementsrenner gebruiken. Dit is geweldig. TJ van Garderen komt echt voor een laag salaris. Urán ook. En Contador voor een hoog natuurlijk. Dat is logisch. Wanneer Contador tekenen, dan gaan we van Garderen tekenen. En Rigoberto Urán. En mijn team gaat er volgend jaar zo sick uitzien. Niet normaal. Maar nu moet ik echt rap naar het volgende seizoen gaan. Vuelta komt er natuurlijk ook nog altijd aan voor Urán. Urán gaat misschien gemotiveerd zijn. Nu zeker dat hij bij ons de ploeg gaat blijven. Dit is weer een typische rit voor Kwiatkowski misschien om te winnen. Juist deze berg van hoogste categorie gaat misschien iets te veel zijn. En inderdaad, Contador gaat weer winnen. Kwiatkowski blijft zesde staan. En kijk, zeg, Contador gaat de Tour gewoon winnen. Moest hij nu al bij ons team rijden, dan had het nog beter geweest. Wat is dit? Dit manneke twijfelt nog altijd. Victor Scrivenin. 7500, hij wil graag 10.500, maar dat kan ik hem niet bieden. Als ik hem, ofwel bied ik hem een contract in het ontwikkelingsteam, ofwel een contract in het geactiveerd vanaf de maand augustus Neoprof-team. Misschien moeten we dat doen. Neoprof-stage. Ontwikkelingsploeg, dan verdient hij bijna niets. Oh, nu kan ik ineens maar 2.500 nummer geven. Rair, 7 annuleren. Ah, Fes. Kruiswijk. Toch wel een goede renner voor ons team geweest. Kunnen we ook geen contract bieden. Maar wat heb ik nu gedaan met die en Victor? Hè? Mijn shortlist, waar is hij? Victor Skrvrinskri. U bent al aan het onderhandelen. Ja, dat weet ik, maar er gebeurt niet veel. Ik ben zijn bladje kwijt. Ik wil hem met mijn team hebben, is dat niet zo moeilijk. Maar voilà, laten we dan maar gewoon verder gaan. Volgende rit. Weer een zware bergrit. Kwiatkowski, blijf je best doen. Boom. Oké. Christopher Froome wint voor Contador. Froome komt zo naar de tweede plaats in het klassement. En waar is Kwiatkowski? 23e gefinished, maar gaat wel naar een vijfde plaats in het algemene klassement. Schuift een plaats op. Redelijk raar eigenlijk. Maar ja, ik ga er zeker en vast niet om klagen. Laat hem maar doen. En ja, we hebben hier Tour de Wallonie. De voorlaatste rit in de Tour. Alpe d'Huez. We staan vijfde met Kwiatkowski in het klassement. Het is de allerlaatste rit. Dus ik ga hem gewoon rijden met ons team zelf. Om jullie toch nog een leuke rit te geven. Ook de gele trui gaat hier beslist worden in deze rit.
Dus laten we het gewoon zelf rijden. Het is maar 110 kilometer, echt een heel korte rit, maar het gaat voor veel spanning zorgen. Wat een race gaat dit worden. Deze berg alleen is 25 kilometer lang. 25, dat is echt niet normaal lang. Dus we gaan proberen om met Bouet op kop te rijden en eigenlijk al zoveel mogelijk van de nutsklassementmannen uit te schakelen op deze berg. Dan heb je daar al geen last meer van, anders blijven die er toch maar een beetje rondzwerven. En kijk, Bouet reed op kop en is ineens weggereden met Caruso en met Zakarin, terwijl dat totaal niet de bedoeling was. Maar als we dan toch weg zijn, zelf Contador is weg. Misschien moeten we het dan maar gewoon zo laten. Voilà. Afdalingen gaan. Contador is weggereden. Echt heel spectaculair. Bouet probeert gewoon te volgen. Eenmaal Contador weg is, kunnen wij zeggen van ah, we hebben de vijfde plaats in het klassement. Wij moeten niet rijden. Jullie moeten rijden. Kijk, Quintana, Froome. Dus het gaat hier redelijk hard aan toe gaan. Daar ben ik wel vrij zeker van. Kijk hier, Contador die gewoon op kop rijdt. Dit is echt prachtig. Dit is echt prachtkoers. Moest dit in het echt ook gebeuren in de Tour de France, dan zou ik echt zoiets hebben van bellissimo, bellissimo. Zeker omdat Froome zo'n grote voorsprong al had in het echt. Nu blijft hier precies ineens een heel pakje rustiger. Nu dat Contador bij dit groepje is gekomen en nu gaat hij eigenlijk krachten hebben verspild voor niets. Dus we gaan proberen om Bouet hier nu wat naar de kop te krijgen van dit groepje. Kwiatkowski hangt er nog altijd zeer goed bij. En we moeten ons voor de rest zeker en vast nog geen zorgen maken. Oké, we hebben een kopgroep van twee renners. We hebben Trofimov en Samuel Sanchez. Dan hebben we Bardet die dat daartussen rijdt. Een minuut en een half voorsprong. Staat ook 14e in het algemene klassement. En dan hebben we een groepje 50 renners met Jan Bakelands er nog in. Komt dat door natuurlijk Fuglsang. En eigenlijk ja, gewoon alle toppers die dat er nog in zitten. Dus laten we snel nog eens kijken wat we moeten doen voor het klassement. We staan op een vijfde plaats. We hebben 20 secondjes voorsprong op Quintana. Normaal gezien gaan we die dus zeker nog kwijtgeraken. Onze vijfde plaats. Vierde kunnen we nooit worden, want dat is een verschil van 7 minuten. En Valverde heeft zeer mooi gereden, ook in deze tour, eigenlijk zoals dat hij wel in het echt doet. En dan Rodriguez en Pirro, omdat Pirro nu natuurlijk daarnet al een beetje kracht heeft verspild, kunnen we misschien wel volhouden. Maar Nibali in 11e plaats is ook geen goede plaats eigenlijk voor hem. We zijn eraan begonnen aan de klim nog. Trofimov is de enige leider, heeft Samuel Sanchez eraf gereden. Dan hebben we Bardet nog steeds en ja, nu komen de toppers. Hè. We komen hier allemaal samen. Er komt een demarrage van Thibaut Pinot. Froome gaat demareren. Valverde gaat erachter. Contador blijft nog stilletjes aan zitten. Maar wij gaan op ons gemak ook moeten proberen mee te gaan. Terwijl dat precies Kwiatkowski zijn habbekrab niet is. Want kijk hoe hard mijn balk naar beneden zakt op deze klim. Dat is zeker en vast niet goed. Oké. Nog 5 kilometer koers met Contador die de kop neemt met Pinot in het wiel. Dan Froome die moet afhaken. Dan krijgen we een groepje met Rodriguez, Quintana, Valverde, Roland, Sanchez, Trofimov, Mollema, Maika. Dan hebben we hier Nibali en Kwiatkowski die een ander groepje aanstuurt. Maar we hebben echt geen goede rit hier met Kwiatkowski. Ik had misschien toch moeten simuleren, maar je zag het ook in de simulatieritten dat wij eigenlijk constant 15e tot 20e positie reden met Kwiatkowski. Dus ik ben benieuwd, waarschijnlijk gaat Quintana en Pirro nog over mij geraken. Nog 1 kilometer te gaan, Froome hangt nog steeds in het wiel, maar mag zijn gele trui alleszins vaarwel zeggen. Contador wint op Alpe d'Huez en gaat ook de gele trui mee naar huis nemen. Pino, mooi gereden. Dan Froome, dan hebben we Rodriguez. Valverde gaat ook zijn derde plaats kwijtgeraken aan Pinot. En wij gaan hier stilletjes aan toch proberen om nog persoon tot persoon een beetje in te halen. Ook al gaat het niet echt lukken. Ik ben benieuwd hoeveel posities dat we nog naar achter gaan vallen in het klassement. Ik hoop dat we die top 10 zeker nog hebben, anders heb ik het echt zelf volledig om zeep geholpen.
Het podium met Alberto Contador, die dat de gele trui pakt. Kwiatkowski staat nog altijd zevende in het klassement. Dus we zijn twee posities gedaald. Maar een zevende plaats in het eindklassement voor zo'n jonge renner als Kwiatkowski is zeker niet slecht. Degenkolb gaat sowieso de groene trui mee naar huis pakken. Ik vind het raar dat Sagan daar niet staat, maar enfin. Contador gaat ook de bolletjestrui mee naar huis nemen. Thibaut Pinot gaat met de witte trui gaan lopen. En Team Saxo Bank was duidelijk de beste ploeg in deze Tour de France. Dus proficiat Alberto Contador voor het winnen van de Tour. We gaan gewoon verder. Dit is een onbelangrijk ding om te showen, de Tour of Wallonie. Daar gaan we gewoon rustig rondrijden. En we gaan eens in de zevende plaats van Kwiatkowski gaan ons wel wat geld opleveren, denk ik. Maar kom maar. Alpe d'Huez. Nee, Champs-Élysées, hoor niet. Niet Alpe d'Huez, wat zeg je er allemaal? Hij twijfelt nog steeds. Verschillende aanbiedingen. TJ van Garderen. Ja, dat weten we. Dat, ja, zeker Jacques Bang die van Garderen wil. Maar hij komt sowieso naar ons team. En anders zullen we hem inderdaad een contract geactiveerd vanaf de maand augustus. Een nieuwe prof aanbieden bij ons team. En misschien gaat hij dat wel aanslaan, wie weet. Voilà, laatste rit. Kom aan, Cavendish. Laat nog eens iets zien voor uw laatste tour-etappe voor ons team. Het is Kittel dat wint. Christophe tweede. Deze twee gaan volgend seizoen voor ons team rijden. Rijden nu 1 en 2. Cavendish wordt vijfde. Dus we gaan echt wel een upgrade doen met die twee renners in ons team. En Christophe dan ook met zijn kassei-kwaliteiten. Dat is gewoon fantastisch. Dus Tour zit erop. Ik ga jullie meedelen hoeveel prijsgeld dat we hebben verdiend. En dan skip ik gewoon rechtstreeks naar de Eneco Tour, waar eigenlijk ons laatste doel ligt van Ethics Quickstep van dit jaar. We have won €89.000. Dus €90.000 gewonnen met Tour France. Goed, kunnen we zeker mee leven. En nu de Eneco Tour gaan opzoeken. En dan hebben we de Vuelta die er heel rap zal aankomen. Dus we skippen tot deze dag. Oké, we gaan eraan beginnen aan de Eneco Tour. En er is ineens iemand met zo'n machine buiten aan het zagen. Kei irritant, maar ik hoop dat jullie er niet al te veel last van gaan hebben. Dus we gaan eraan beginnen. Een van de zeven ritten. Yves Lampaert, Tony Martin, Rigoberto Urán, Mark Cavendish, Stewart, Alaphilippe gaan voor ons team rijden. Mogen maar zes renners meepakken. Dus ja, Urán rijdt mee, Alaphilippe rijdt mee eigenlijk om gewoon goed te zitten voor de Vuelta. Dat is hun prioriteit. En dan Martin en Cavendish zijn eigenlijk echt meer voor de ritten te winnen. Dus de eerste rit, Peter Sagan wint. Cavendish wordt vijfde. Dus we staan momenteel op een achtste plaats in het klassement. Fuck Logic. En nu de tweede rit. Oké, een tijdrit. Dat is pas iets voor Tony Martins. Hè. Laat uw skills eens zien op een tijdrit van 19 kilometer lang. Kom aan, hè, Martin. Boom. Het was dus een ploegentijdrit. Oké, nog beter. Rigoberto Urán, Cavendish. Heel mijn team, hè. We staan allemaal op de eerste plaats. Cavendish pakt wel de leiderstrui op dit moment. Oké, ik denk dat ze gek aan het worden zijn buiten, want volgens mij is er iemand anders ook met een zaag begonnen. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar dat is niet normaal. Dus, rit 3 van de 7. Laten we simuleren en zien waar Cavendish uitkomt. Boom, Sagan wint. Cavendish wordt weer vijfde, maar hij blijft wel eerst in het klassement staan. Sagan kwam op 7 secondjes of zoiets, dus dat gaat echt nog de gevaarlijkste klant worden voor onze competitie af te pakken. Of onze winst in de Eneco Tour af te pakken. Come on, Cavendish, doe eens iets. Boom, vierde plaats voor Cavendish. En Sagan wint weer en pakt zo de leiderstrui van ons over. Sagan ik het toch. Haha. Nu gaan we toch redelijk dicht bij die bergrit aankomen. Is dat etappe 6 of is het etappe 5? Ik weet het zelf niet. Het is etappe 6 dat die bergrit is. En dat zal dan ook de start zijn van de volgende aflevering. En die etappe wat nu met al die bladblaasmensen en zo. Kan ik niet tegen. Dus dan ga ik het ook afsluiten.
Dus juist deze nog simuleren. Boom, Cavendish wordt zesde. Sagan wordt tweede. Dus pakt weer een paar bonificatieseconden. En dan, ja, please leave a like and comment zoals altijd. En ik hoop dat jullie blij zijn dat Contador, Van Garderen en Oran bij ons team zijn. En ja, totdat we de Eneco Tour gaan winnen, hè, jongens, volgende keer. Have a nice day. Bye.